Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering neemt belangrijke besluiten tijdens spoedvergadering en voorlopige ter inzagelegging van kiezerslijsten 2025. Tijdens een spoedvergadering van de regeringsraad onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi heeft de regering enkele cruciale besluiten genomen. Deze besluiten gaan over de realisatie van de rechtspositie van ambtenaren zoals overeengekomen met Ravaksuur Plus en de veiligheidsbonden. Ook is goedkeuring verleend voor het vrijmaken van financiële middelen voor de gezondheidszorg specifiek voor de continuïteit van de nierdialyse en de vierde niertransplantatiemissie. Verder is de uitbreiding van de rijstproductie goedgekeurd en is er toestemming verleend voor grondconversie voor 400 belanghebbenden. In het volgende statement hoort u Jason Simon, woordvoerder van de president. Tijdens de regeringsraadsvergadering van gisteren heeft de regering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi enkele cruciale besluiten genomen. Deze besluiten betreffen de realisatie van de rechtspositie van ambtenaren, zoals overeengekomen is met Ravaksuur Plus en de veiligheidsbonden. Om in te gaan op uw vraag betreffende de gezondheidszorg, is er verder goedkeuring verleend voor het vrijmaken van financiële middelen voor de gezondheidszorg, specifiek voor de continuïteit van de nierdialyse en de vierde transplantatiemissie. Ten aanzien van het projectvoorstel van de minister van LVV, het houdt in de ontsluiting van de rechteroever van de Nikeri-rivier, vanaf Henaar tot aan het Jamarar-kanaal. Door het graven van een 26 kilometer lang kanaal zal een areaal van ongeveer 10.000 hectare extra beschikbaar komen voor de rijstteelt. En de president sprak zijn tevredenheid uit over dit project dat gefinancierd zal worden door de IDB en benadrukte dat dit niet alleen de voedselzekerheid zal versterken, maar ook werkgelegenheid zal creëren en de export zal bevorderen. Ten aanzien van het ministerie van Justitie en Politie heeft het ministerie toestemming gekregen voor de toekenning van een brandveiligheidstoelage voor het Korps Brandweer Suriname en een resocialisatietoelage voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Met ingang van 1 oktober 2023. En ook is er goedkeuring verleend voor een eenmalige restitutie van ingehouden SZF-premies voor veiligheidsambtenaren van de Veiligheidsdienst en Bijstandsdienst over de periode van februari 2021 tot en met juli 2024. En verder zijn de principeakkoorden bekrachtigd die op maandag 9 september 2024 zijn ondertekend tussen de regering en Ravaksuur Plus en afzonderlijk met de veiligheidsbonden. Hierbij is overeengekomen dat vanaf 1 juli 2024 een gefaseerde salarisverhoging van 20% zal worden doorgevoerd. En evenals de incorporatie van de koopkrachtversterking per 1 januari 2025. Ten slotte heeft de regering toestemming verleend aan het ministerie van Volksgezondheid voor de betaling van PD-vloeistoffen die benodigd zijn voor de nierdialyse.
Ook is er goedkeuring verleend voor het beschikbaar stellen van middelen voor de niertransplantatiemissie die in december 2023 is uitgevoerd. De president heeft aangegeven dat de regering alles in het werk zal stellen om de continuïteit van de zorg te waarborgen, zodat patiënten zonder onderbreking de noodzakelijke medische zorg kunnen blijven ontvangen. De voorlopige terinzagelegging van de kiezerslijsten is aangekondigd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt gedurende deze periode een lijst beschikbaar van stemgerechtigden voor de verkiezingen van 2025. Het is van belang dat belanghebbenden deze lijsten controleren op juistheid van namen, adressen en andere gegevens. Eventuele correcties kunnen worden doorgegeven om fouten te herstellen. In de herhaling van Focus van 11 september zei Nasir Eskak, directeur van Binnenlandse Zaken, hierover het volgende. De voorlopige terinzagelegging van de kiezerslijsten is een moment waarbij dus het electoraat en met name zij die op 25 mei 2025 op de dag der stemming, en dat zal dan door de president tijdens zijn jaarrede worden aangegeven, dat op welke dag de dag der stemming zal plaatsvinden. Op die dag dat het publiek 18 jaar oud is, dan gerechtigd is om te gaan stemmen. Dat is dan bij de voorlopige terinzagelegging worden dan die mensen in de gelegenheid gesteld om hun gegevens te gaan controleren. Om te kijken dat de naam goed is aangegeven, het adres goed is aangegeven ook op de kiezerslijsten. Zodat dan daarmee de burger met het controleren van de gegevens, dan dat ze goed staan op de kiezerslijsten, de weg vrij is gemaakt om zijn of haar stem uit te brengen op de dag der stemming. Het is een heel belangrijk moment, omdat wanneer blijkt dat de naam niet overeenkomstig wat de burger zeg maar op zijn ID-kaart heeft of op een ander legitimatiebewijs, dat de burger dat kan aangeven aan het Bureau voor Burgerzaken waar hij of zij staat ingeschreven, zodat men kan werken aan de correctie van de naam in dit geval. Is het adres ook niet hetzelfde adres waar de burgers op het moment dat ze zijn gaan controleren het geval is, dan zou de burger dan ook het juiste adres moeten opgeven bij het Bureau voor Burgerzaken, zodat dat kan worden bijgewerkt in de kiezerslijsten. Heel erg belangrijk, vooral het adres, omdat de colporteurs dan 3 weken voor de verkiezingen de ronde zullen doen waarbij ze de oproepingskaarten zullen uitreiken aan de kiesgerechtigden. Hebben de burgers verzuimd om het juiste adres op te geven en komen ze dan voor op de kiezerslijsten met een oud adres waar ze niet meer woonachtig zijn, dan zal de corporateur op basis van de informatie van de kiezerslijst zich begeven naar het oud adres waar de burger op dat moment niet meer woonachtig is. Dus het is heel erg belangrijk voor de burgers om dan op dit soort zaken te letten, dat ook het adres met name, dat die het actuele adres is waar de burger op dit moment woonachtig is en niet waar de burger woonachtig was misschien een paar weken of een paar maanden of een paar jaren geleden. Dus dat is dan de voorlopige terinzagelegging. Na deze voorlopige terinzagelegging, die dan gedaan kan worden bij de verschillende BVB's, Bureaus voor Burgerzaken, en ook wel online op de website www.verkiezingen.sr, daar kunnen de burgers terecht voor de controle van hun gegevens, hebben wij in 2025, vanaf 14 januari tot en met 12 februari 2025, de wettelijke terinzagelegging. Dat zal dan de laatste gelegenheid zijn voor de burgers die stemgerechtig zijn om hun gegevens te gaan checken. Daarna zal er geen mogelijkheid meer zijn om dat te doen. Dus daarom roepen we ze vanaf nu al op
om bij de voorlopige ter inzagelegging zoveel als mogelijk de gegevens te gaan controleren op de verschillende BVB's waar de kiezerslijsten zullen liggen, als ook via online waar ze met het invullen van hun naam en hun ID-kaart dan de gegevens op het scherm zullen krijgen en van daaruit die controle kunnen doen. De mobiele stations zijn dan de gelegenheden die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en met name het CBB aan de burgerij wordt geboden om hun ID-kaarten in orde te maken. En daar konden ze dan terecht bij de verschillende mobiele stations om voor zover ze nog geen ID-kaart hadden en misschien het CBB-hoofdkantoor niet hebben kunnen aandoen. U weet, nu hebben we e-ID-kaarten waar de mensen terecht kunnen bij de verschillende BVB's die zijn uitgerust met een ID-boot waar ze hun aanvraag kunnen doen. Dus voor zover dat nodig mag zijn dat op basis van de beschikbare data er nog een aantal mensen nog niet in het bezit zijn van een ID-kaart en vooral die doelgroep die op de dag der stemming 18 jaar oud zal zijn, dat wel de mogelijkheid zal worden geboden om ook via weer die mobiele stations de e-ID aanvragen te doen, zodat de mensen op de dag der stemming dan over een ID-kaart beschikken die ze als legitimatiebewijs kunnen aantonen om hun zijn of haar stem uit te kunnen brengen. Online sollicitatie die is nog gaande. De mensen hebben de gelegenheid tot en met 30 september van dit jaar om online te solliciteren naar een van de functies van stembureaupersoneel. Het gaat met name om voorzitter stembureau, waarnemend voorzitter, lid 3 tot en met 5 en plaatsvervangend lid 6 tot en met 10. Op elk stembureau worden er 10 personeelsleden te werk gesteld. En tot en met gisteren was de stand van zaken dat we al ruim 6000 sollicitanten hebben die online hebben gesolliciteerd naar een van deze functies. Dus ik wil hierbij gelijk de gemeenschap oproepen. Bent u 18 jaar minimaal, 18 jaar, bent u Surinamer, bent u ingezetene en heeft u een afgeronde middelbare schoolopleiding, dan nodig ik u uit om u op te geven om te solliciteren voor een van de functies als voorzitter, waarnemend voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van het stembureau. Als u heeft gesolliciteerd, volgt er een screening en daarna een selectie. Dan wordt u opgeroepen om de training die in oktober zal aanvangen, oktober van dit jaar, om de training te bezoeken. Voor het bezoeken van de training wordt u betaald en dan wordt u dan op de dag der stemming ook dan betaald voor het werken op een stembureau. Ze mogen ook een keuze aangeven als ze nou in hetzelfde district waar ze woonachtig zijn willen werken, in hetzelfde resort of dan in een ander district of een ander resort. En inderdaad, met de wijziging van de kiesregeling zijn wij overgestapt van een districtenevenredigheidsstelsel naar een landelijk evenredigheidsstelsel bij grootste gemiddelde met voorkeurstemmen. Dat houdt in dus dat Suriname één groot kiesdistrict is geworden. En dat houdt dus dan ook in dat die verdeling die er toen was, Paramaribo 17 DNA zetels, Wanica 7 zetels, Komowijnen 4 zetels, ja, dat die indeling er niet meer is. Dat houdt in dat elke partij nu 51 DNA-kandidaten op het stembiljet zal plaatsen. En dat is nog in bespreking bij de regering om een uiteindelijke goedkeuring. Er is al een besluit toen door de regering genomen, maar op basis van de uitdagingen die er zijn om volgens dat besluit de stembiljetten te laten drukken, dan is er toch wel nog een beraadslaging bij de regering om dan te komen tot een uiteindelijk besluit waarbij de stembiljetten op basis van het model dat zal worden besloten hier lokaal gedrukt kunnen worden. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.